Is dat een felicitatie waard of is dat in dit geval toch een beetje ongepast? Nee, ik denk een felicitatie. Natuurlijk. Uiteraard, als je van de C1 komt en je mag dan NAC 1 trainen, ja, dan ben je een bevoorrecht iemand. Ik heb er wel die papieren daarvoor gehaald, maar je moet ook een keer de kans krijgen. En goed, het zal tijdelijk zijn, weet ik niet. En wat is tijdelijk? Maar goed, ik ben er heel erg blij omdat ik vandaag voor die groep heb mogen staan. Ja, had je het aanzien komen? Nee, maar je weet in het betaalde voetbal, als de resultaten even wat minder zijn, ja, dan weet je dat is inherent aan het vak voetbaltrainer zijn. Dus aanzien komen, nou goed, ik ben nu een maand of 4 bij NAC ben ik bezig als jeugdtrainer. Ja, goed, dan ben je ook meer gefocust op datgene wat bij NAC gebeurt. Ja, goed, dan weet je de stukjes die je leest in de krant, de dingen die je hoort. Ja, als dan de resultaten tegenvallen, dan weet je dat een trainer, dan weet je, dat kan er gaan gebeuren. En denk je dan ook meteen van, ik ben de man die het dan moet gaan doen? Nee, we zitten ook niet aan elkaar als mens zijnde. Ik ben heel relaxed en rustig daaronder. Maar goed, ik ben wel iemand als mens zijnde, als ik iemand kan helpen. Ik ben ook onderdeel van de club NAC nu. Als ik mensen kan helpen, dan zal ik dat doen. Maar ik bedoel meer van, was je verrast toen ze je vroegen? Ja, verrast, weet je. Je weet ook hoe de situatie bij NAC, denk ik, is. En je hebt je coach betaald voetbalpapieren en ze moeten snel schakelen. Nou goed, en dan zijn er een aantal scenario's. Dus dan zal je een van die scenario's kunnen zijn. Nou, blijkbaar was ik dat. Dus verrast, enigszins. Maar van de andere kant ook zoiets van, ja, het kan ook heel logisch zijn. Ja. Ik heb zelf ook aan die kant van RBC gezeten met verschillende scenario's. En dan kijk je ook eerst in je eigen organisatie. Wat hebben ze jou als opdracht meegegeven hier bij NAC? Een stukje spelvreugde, plezier hebben in trainingen, een stukje duidelijkheid. En wat iedere mens, elke speler wil hebben. We hebben ook een hele jonge groep, denk ik, bij NAC. Het eerste elftal. Goed, dat zijn allemaal jong volwassenen. Die hebben ook een stukje duidelijkheid nodig. Nou, als we dat kunnen geven. En misschien zijn het 4 weken, misschien is het 2 weken, misschien is het 4 maanden. Ik weet het niet. Maar als een stukje duidelijkheid wordt gevraagd, nou, dan gaan we dat geven. Je zegt al, je weet niet hoe lang het gaat duren. Maar hoe lang mag het wat jou betreft duren? Nee, maar ja, ik ben liefhebber van het spelletje voetbal. Dus, weet je, en of dat nou bij je graag op het hoogst mogelijk niveau. Maar het gaat om plezier hebben met datgene wat je doet. Dus als je praat over plezier hebben en hoe lang. En natuurlijk zo lang mogelijk graag. Maar ja, daar ben ik niet alleen voorbij. Het gaat om de club NAC nogmaals. En het gaat om, NAC is groter dan de trainer. Club, team, individu. En goed, en NAC moet gewoon heel erg goed kijken welke type trainer bij dit elftal past. En goed, als ik daar mijn steentje bij kan dragen en mijn dingen kan doen, dan zal ik dat zeker doen. Wat gaat er veranderen nu bij NAC in de selectie of in het eerste elftal? Veranderen? Ja. Nee, er wordt gevraagd vanuit gesprekken die terug zijn gekomen dat er een stukje duidelijkheid moet komen. Nou, dan gaan we een stukje duidelijkheid geven. We blijven steeds met dezelfde kleuren voetballen, denk ik. Dezelfde type spelers, daar verandert niks in. Maar de spelopvatting? Ja, dat duidelijk moet zijn wat we willen doen. En dan praat je over een stukje opbouw vanuit achteren, het druk zetten. Maar zeker ook in het omschakelen van dat je moet kunnen zien dat elke speler zijn stinkende best wil doen voor NAC. Dat is een beetje gevraagd. En dan moet je ook duidelijker zijn in je coaching als staf zijn en als spelers toe. Ja, dat ze ook weten wat er bij een bepaalde functie en taak hoort in het veld. Ja. Kijk, Goedel, je werd verweten dat hij niet genoeg aanvallend speelde met NAC. Dat gaat nu dus wel gebeuren? Ja, maar goed, weet je, ik kom net de eerste keer van het veld af en ik ben met jou een aantal keer eens kijken bij NAC. Ja, je kunt ook aanvallen. Tuurlijk wil je aanvallen. We willen dominant zijn en we willen de bal 40 keer rondspelen en dan ook nog binnen schieten. Maar goed, zo makkelijk is het niet. Weet je, je bent ook afhankelijk van de tegenstander tegen wie speel je. Je bent afhankelijk van vorm. Bal binnenkant paal, buitenkant paal, scoreverloop. Er komen zoveel dingen bij kijken. Maar de intentie van NAC moet zijn dat ze zeker willen laten zien dat ze beter willen zijn dan de directe tegenstander. Ja, en als je daarmee start en mee begint met een stukje ambitie en een stukje drive, dan kom je ook vaker aan aanvallen. Ja, maar was dat wel onderdeel van de opdracht, aanvallender spelen? Ja, nogmaals, vanuit een stukje ambitie en drive, zorgen dat je meer duels wint als je tegenstander. En dan kom je automatisch ook meer aan aanvallen. Dus dat is eigenlijk mijn antwoord daarop. Dus we gaan daarin proberen daardoor meer aan te vallen. Ja, ik zei het begin van het gesprek al, je komt van C1, nu in één keer bij het eerste. Ja, hoe is het vertrouwen van jou in je eigen kunnen, zeg maar, om de hoofdmacht van NAC te kunnen trainen? Nou, die is er, want anders had ik gisteren nee gezegd. Als ik mezelf niet vertrouw, ja, dan kan ik een speler ook niet vertrouwen. Ik bedoel, het begint bij jezelf. En NAC C1 is ook een aardig elftal, hoor. Wordt ook behoorlijk wat gevraagd. Oké, dankjewel. Dankjewel.